een heerlijke hond. Dat ben ik helemaal met de mensen eens. Maar... ruikt het lekker, Romke? Ruikt het lekker? Dat is er niks meer te liegen eigenlijk. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. Plannen voor vandaag? Niet veel. Chris is even in de tuin bezig geweest. Die is aan het verticuteren geweest. Niet slim, want het is een behoorlijk zwaar werkje en hij heeft nog steeds last van zijn schouder. Maar hij vond dat dat nodig was. Nou ja. Eigenwijs. Heel eigenwijs. We gaan straks even naar Chris' moeder toe. Want ik moet haar even filmen. Ze moet even een boodschap inspreken voor een schoonzusje. Die wordt 85 geloof ik. En ja, daar kunnen ze natuurlijk niet heen voor... daar kunnen ze natuurlijk niet heen voor een visite en van feest. En dan willen ze haar een film aanbieden... En dan moet ik even een klein stukje opnemen dat ze haar feliciteert. Dus we hebben haar al even verteld dat ze de haar even moet kammen. En dan we straks komen. Middag. Het is zondag vandaag en we zijn weer onderweg, de drie musketiers. Jut, Jul en Jopie. Dit is Jopie hier in het midden. Oh, dikke vogel. Ja, net te laat denk ik. Ja, het is alweer een week geleden dat wij naar de Zwarte Haan gingen met de mist. De andere kant op. Ja, en nu gaan we een andere kant uit. We gaan proberen eens even uit te komen in het Gaasland. Dan zijn we ergens anders uitkomen, maar dat zien we wel weer. Het is een beetje somber weer. Het zonnetje schijnt niet. Maar het is niet super koud. Hoewel, nee. 6 graden hoor. Ja, dat vind ik niet super koud. Maar we gaan weer even lekker wandelen met Romke. Met Romke. Romke, Tomke. Thee, Tromke, zegt Beppa altijd. En ja, jullie gaan weer even gezellig mee. En ik... ik vind het toch wel heel leuk. Dat doe ik meestal op zondagmorgen en zaterdagavond ook nog wel. Dan zit ik altijd eventjes de commentaren onder mijn vlog te bekijken. En er zijn zoveel mensen die echt zo gek met Romke zijn. Dus ik denk dat ze alleen maar kijken voor Romke en niet voor ons. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar ja, er is ook iemand die zei nog van... oh, ik ben zo verliefd op Romke. Wat is dat een... heerlijke hond. Ja, nou, Romke is ook een heerlijke hond. Maar hij is leuker... Of nee, hij is leuker op camera dan niet echt. Ja. Romke is geen knuffelhond, jongens. Wat hij ook... wat mensen ook denken als ze hem zien op beeld, het is geen knuffelhond. Als hij op de bank ligt en ik kruip tegen hem aan, dan is het 3 seconden en weg is hij. Want dan moet hij echt niks van hebben. Maar hij is wel een heerlijke hond. Dat ben ik helemaal met de mensen eens. Maar hij is graag bij ons. Is wel wat dat betreft heel aanhankelijk. We gaan niet aan hem lopen plukken. Ik zit nou aan hem te plukken omdat hij geen kant op kan. Maar in huis echt knuffelen, nee, dat vindt hij niet leuk. Dan gaat hij grommen en hij zoekt je ook niet gauw op. Hey, je ziet soms van die leuke filmpjes van honden die zo lekker tegen de baas aankruipen. Nou, dat doet deze niet. Sowieso niet bij mij, bij Chris dan nog eerder. Maar niet bij mij. Maar dat is Romke dus. Wij zijn bijna in Stavoren. Ja, we komen toch weer in Stavoren uit. En dan gaan we straks op de terugreis langs het Gaafse Mand. Maar we gaan hier even lopen. En we kijken nog even of de slagboom werkt van onze oude haven. Ja, we zijn er alweer bijna. Dit is toch ons gebied. Hè? Ja. We hebben een beetje ons hart aan verloren. Hart aan verpand, hoe noem je dat? Ja. Ja. Ja, sommige mensen snappen dat niet, maar... Jawel. Nee, niet iedereen snapt dat. Zullen we eens proberen? Oh, je kan amper parkeren. Misschien staat er maar vol hier. Bezig hier, hè? Ruikt het lekker, Romke? Ruikt het lekker? Ja, van mij wel. Ja? Die kan je maken op de kanaal, hè? Zin in kibbeling? Ja? Dan ga je nou met je rug naar de... Ah, doe joh! Wij zijn dus in afwachting van een portie kibbeling. En Chris wil deze niet in beeld. Oh, lekker. Het water loopt me in de mond. Ik ga gauw beginnen. Vijf jaar oud. Ja. Tjus. Tjus. Havienes niet zo. Zo. We zitten weer in de auto. Oh. Kibbeling achter de kiezen. En het is behoorlijk frips. Ja. koude wind boven op die dijk. Maar goed, wel even lekker hoor. Lekker uitwaaien. En Romke is kapot. Ja. Die is niet vooruit te branden. We gaan nou de kant uit van Mirns en Bakhuizen. Nog even een rondje door het Gaasland heen. Alleen dan gaan we daar niet meer lopen natuurlijk. Dat is wel weer jammer. Ja, okay. Maar Stavoren was ook wel weer even leuk om te kijken. Dat is toch ons plekje hoor. Hehe. Dinsdag vandaag. Ik had al gewerkt en een beetje slecht nieuws. Er is corona bij ons uitgebroken op het werk. Dus we moeten allemaal, tenminste degene die zeer nauw contact is geweest met die ene jongen die nu positief is. Ja, we hebben ook eentje die positief is, maar daar hadden we niet zoveel mee te maken gehad. Want die werkte veel... Nou, niet echt naast ons, niet dichtbij. En ja, nu is iemand bij ons van kantoor positief getest. Dus ja, het is nu 5 dagen, zo'n beetje geleden, voordat ik contact met hem heb gehad. Ik ga morgen testen. Ik heb een afspraak gemaakt. En meer monteurs. Dus we gaan gezellig met z'n allen naar het testcentrum. Romke, wat doe jij hier? Eet. Moet je ook eten zometeen? Nee, maar dat is... Je gaat eerst lopen met baasje. Ja. Nou, nog steeds in afwachting van de uitslag van de test. Dun. Testen. Ja, het hele bedrijf is gegaan. En ja, ik hoop dat vanavond later of morgen vroeg toch wel te horen. Positief nieuws? Nou, dat het maar positief nieuws zijn, ja. Waar wacht jij nou op dan? Op mij. Hm? Sorry? Ik denk dat deze school... Nee, dat is niet. Vandaag is het donderdag. Ja, weer wezen werken. Gisteravond hebben we rond de uur of 10:30 nog de uitslag van de test gehad. En het was, godzijdank, allebei negatief. En heel veel van onze jongens waren negatief. Een paar die moesten vanochtend nog de uitslag afwachten. Dus we zijn gewoon vanmorgen gaan werken en degenen die negatief getest waren zijn ook gewoon gegaan. Ik heb gisteren waarschijnlijk door het fietsen, combinatie daarvan, en toen heb ik hier de vaatwas uit zijn ruim en iets gebeurde er in mijn rug, ik weet niet wat. Dus ik kon amper gisteravond al mijn ene voet voor de andere zetten. En vanmorgen problemen met schoenen aantrekken, sok aantrekken en... ja, het waait ook heel hard en veel vies weerstek, dus ik rijd wel met jou mee. Want ik weet niet hoe ik in die auto moet komen eigenlijk. Dus ik ben bij hem in de auto gestapt. Naar veel 5 en 6. Ging heel moeizaam. En goed gewerkt. Dat heb ik wel ibuprofen genomen, dan zakt het wat af. En vanmiddag kwamen de mensen het bureautje ophalen van Chris' moeder. Die moest weg. Die stond hier in de garage. Had ik via Marktplaats verkocht. En toen kwam die man hier. En ja, kan je ook even meehelpen met Tillix? Nou, dat gaat hem niet worden. Want ik los van mijn rug. Ja, dus die man en ik ook. Had zijn vrouw bij zich. Nou, hij zegt, hou ons je auto maar van de oprit af. Dan rijd ik met mijn auto hier voor die garage. Dan hoef ik maar een heel klein stukje samen te tillen. En ik zei, ja, maar ik kom ook amper mijn auto in. Dus, maar ja, goed, moest toch maar rijden. Dus ik heel voorzichtig in mijn auto gegaan. En hier de afrit afgereden. Zodat hij er vlakbij kon en het bureautje op kon halen. Dus dat was ook weer klaar. Dan kan de garage weer leeg. Dus we zijn hem nu mooi kwijt. Nou, voor de rest heb ik niks meer te liegen eigenlijk. Nee. Het is vrijdag vandaag. Het is avond, het is al 7:15. Wij zijn lekker aan de borrel gegaan. Ik ga vanavond even een lekker stukje zeilen. 1 glaasje hebben gehad. En dan gaan we even lekker eten. En eerst zouden we gewoon uitgebreid warm eten. Maar omdat het nu wat later is, dacht ik, weet je wat... We gaan gewoon lekker wat pannenkoekjes bakken. Dus dat gaan we doen. En ja, dan ga ik de vlog ook maar even afsluiten. Bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je de leuke vlog vond. Abonneer je op mijn kanaal. Dat is die rode knop hier beneden. En druk dan ook even dat belletje in. Dan krijg je een notificatie van wanneer ik weer wat upload. Kom je doen? Die hond heeft al van alles gehad, hè? Koekjes, snoepjes. Die hoeft niet nog wat. Hey. Zie je wel weer? Zit je weer die hond vol te proppen? Kom maar, niks vertellen. Hij heeft al kaas gehad, hij heeft al koekjes gehad. Die hond wordt veel te dik. Oh, 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 oh. Kijk, zo gaat dat hier dus. Goed, bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog, had ik al verteld. Ik zie jullie graag terug bij een volgende vlog. Heel goed weekend allemaal. Blijf gezond. Want er zijn vandaag, is bekend geworden dat er iets van 6.068, 69 nieuwe besmettingen zijn. Weer meer dan voorheen. Dus jongens, we moeten echt erom denken met z'n allen dat we gezond blijven. Goed, dit gezegd hebbende.